staan we dus bij het enige monument van Hulshout. Een monument dat we dan nog cadeau gekregen hebben. En hoe hebben we dat cadeau gekregen? Eigenlijk sta ik op de plaats waar ooit de weg lag tussen Boyschot en Hulshout. Tot 1830, 1835 was er helemaal geen weg en niemand in Boyschot of Hulshout had enige behoefte aan deze weg. Behalve uiteraard de kasteelheer. De kasteelheer baron de La Faye, die ook burgemeester was van Boyschot en wiens gronden aan beide zijden van de Neten lagen. Hij woonde ginder in het kasteel en was erg gebrand op een weg en een brug. En om dat te verzekeren heeft hij dus Boyschot, de gemeente Boyschot, waar hij de nieuwe burgemeester van was, laten betalen voor dergelijke weg. En om zich te verzekeren van Hulshout's medewerking, schonk hij het tracé van de weg tot zover als zijn goederen reikten. En ging hij ook aan dat de gemeente Boyschot de weg tot daar zou aanleggen en onderhouden. En betalen. En om aan te duiden op het terrein tot waar Boyschot de weg betaald had en onderhield, heeft men dan deze mijlpaal gebouwd. Dit is het kapelletje van de Vaart, het kapelletje van Klein Brustum. Maar het kapelletje is eigenlijk niet meer origineel, dus het kapelletje is verdwenen en de Vaart, die langs de andere kant ligt, is ook nagenoeg helemaal weg. Rond 1870 was er een zekere Pieter Kortus, die had een ziekte en die werd genezen in Brustum, in Limburg. En als dank voor zijn genezing heeft hij op zijn grond en op zijn kosten een kapelletje gezet, Klein Brustum. Wat in de loop der tijden eigenlijk een soort miraculeus kapelletje eveneens werd. Er was zelfs een priesteres van het kapelletje. Die woonde daar, Emma de Rijt, de Nemmes. En die kon bepalen of je al dan niet de vreemde ziekte het van Brustum had. En hoe werd dat bepaald? Emma kende dat ritueel. Die schepte water uit haar put, deed daar een lepel van het water van het echte Brustum in. En dan moest een stukje stof dat een week lang gedragen was op het lichaam van de zieke in vier geknipt worden. In Brustum worden vier maagden vereerd. Enfin, drie maagden en hun moeder. En als er eentje zonk, dan had je het van Brustum van één heilige. In het ergste geval had je het van alle vier. Dat was natuurlijk het allerergste. Als je het dus had, moest je 9 dagen lang iedere morgen rond het kapelletje stappen en terwijl je 9 onze vaders en 9 weesgegroeten bidden. Wij merken dat de dorpen op ons platteland veranderen, zowel op demografisch vlak, maar ook socio-economisch en ecologisch. Dat plaatst hen voor enorme uitdagingen en dat betekent dat er toch wel voldoende veerkracht moet aanwezig zijn bij zowel het lokale bestuur als die inwoners van een dorp om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. In Hulshout zijn we aan de slag gegaan, zowel met het lokale bestuur als met de inwoners, om te kijken wat precies de uitdagingen zijn en hoe dat ze samen die uitdagingen kunnen aanpakken. Een eerste punt is dat mensen aangeven dat er werk moet gemaakt worden van een goede mobiliteit en verkeersveiligheid. Maar ook de sociale samenhang tussen mensen is een werkpunt. Er zijn vele nieuwe inwoners die in de verschillende dorpen komen wonen, die moeilijk aansluiting vinden bij de inwoners die er reeds leven. We zien dat Vlaanderen meer en meer volgebouwd wordt en dat er nood is aan meer open ruimte, zowel voor mens als natuur, zodanig dat ze samen kunnen ademen en we kunnen evolueren naar een heel gezonde leefomgeving op het platteland. En ook dat hebben de mensen geuit als een werkpunt voor de toekomst, om die open ruimte goed te behouden en waar mogelijk te versterken. Zo zijn er nog kleine elementen waar de mensen van vinden dat er werk aan de winkel is. Wel, samen met het lokale bestuur hebben wij als provincie onze schouders eronder gezet en willen wij klaar zijn voor de toekomst.